omdat alles veilig is. Dus ze hebben al voorbereidend werk gedaan, dus ze hebben het voertuig, dus je ziet die zwarte bokken hier staan, dus ze hebben het voertuig al op voorhand beveiligd om tijd te winnen. Dus zodanig dat ze een keer aan dat voertuig mogen schudden, gaat dat zien, dus dat staat muurvast. En dat is ook de bedoeling, want het slachtoffer dat erin zit, mag er niet slechter uitkomen dan dat hij zich nu bevindt natuurlijk. Goed, dan gaan we denk ik beginnen. Dus ik denk dat nu de bevelvoerder opdracht gaat geven aan de persoon voor het slachtoffer. Denk ik, adjudant. Dus nu gaat er, ik heb het situatie veilig verklaard. Oké. Dus je ziet dat de bevelvoerder altijd een andere kleur aan heeft, zodanig als er andere hulpdiensten toekomen, of ook voor je eigen mensen, dat altijd weet waar de bevelvoerder staat. Zij de taak van nummer 3. Dus zij de man die instaat voor de veiligheid, zowel van het voertuig van eigen mensen als voor het slachtoffer. Goed.